Hans Schuiters was kroegbaas in Amsterdam. Hij was journalist bij het Algemeen Handelsblad, raadslid voor de VVD in Amsterdam, minister in het kabinet Den Uyl, maar bovenal 16 jaar burgemeester van Lelystad. En over deze eigenzinnige, nogal bruske man is gisteren een boek verschenen. Een verdwaalde intellectueel. En het is geschreven door Klaas Tammes, zelf oud-burgemeester. En meneer Tammes is dit uur bij ons de gast. Ja, eigenzinnig, brusk, dat zijn karaktertrekken die je waarschijnlijk wel goed omschrijven, meneer Tammes. Ja, hij was zeer eigenzinnig. En hij kon ook mensen ook fors attackeren. Hans Schuiters had een hekel aan domme mensen en domme vragen. En hij kwam in zijn carrière... kwam hij er nogal wat tegen, kennelijk. En dat liet hij dan ook merken. En hij was heel eigenzinnig. En dat heeft hem ook wel natuurlijk... toch ook wel geschaad, denk ik, in zijn verdere carrière. Er zijn mensen die zeggen... ja, hij gooide toch eigenlijk wel zijn eigen glazen in. Hij zat een beetje tussen drie pijlen, zou ik zeggen. Zijn eigenzinnige karakter. Huiselijke omstandigheden die niet ideaal waren. Zijn vrouw was zwaar aan de drank op een gegeven moment. Ja, en dat was in Lelystad eigenlijk zijn hele burgemeesterperiode is dat geweest. En toen hij met pensioen ging, toen was ze van de drank af. En toen hebben ze nog een paar mooie jaren gehad. Maar dat verdriet wat hij erover had, ja, daar praatte hij eigenlijk met heel weinig mensen over. En Lelystad heeft dat heeft in Lelystad eigenlijk ook nooit veel publiciteit gekregen. En in die zin woonde hij hier ook wel heel veel. Een beetje met de mantel der liefde bedekt? Ja, de buurvrouw die lette er een beetje op. En de politie bracht het thuis. En dat werd eigenlijk een geaccepteerd feit. En nooit heeft dat hem... In Lelystad is hem dat nagewezen. En daar wordt met heel veel respect in Lelystad nog over gesproken. Dat hij altijd bij zijn vrouw gebleven is, ondanks al deze huiselijke problemen. Want zijn zoon is zelfs 2 jaar het huis uit geweest. Bij buren gewoond en 1 jaar bij een broer van Hans Schuiters, Peter. Die woont in Zeeland. Dus ja, voor Hans was het niet een makkelijke periode. Meneer Tammes, u bent zelf oud-burgemeester van Lienden. In Heteren was u waarnemend burgemeester. En in Buren bent u ook nog eventjes aangesteld geweest. U publiceerde al eerder veel over burgemeesters. Waaronder over Ridder van Rappard. Wat trof u nou zo in Hans Schuiters dat u een boek over hem wilde schrijven? Nou, ik ben wel gefascineerd door dit soort hele autonome types. Dat zijn mensen die zich van weinig iets aantrekken, hun eigen gang gaan. En dat was van Rappard in extreme mate. En dat was eigenlijk een periode daarvoor, in de vorige eeuw. En Schuiters was eigenlijk zo'nzelfde type. Dus toen ik van Rappard het boek gereed had, 2018... toen dacht ik, ja, nou zoek ik zo'nzelfde soort figuur. En toen kwam ik bij Schuiters uit. Iemand die volstrekt zijn eigen weg gaat. Totaal geen autoriteitenvrees heeft. Met lef de grenzen opzoekt. Altijd zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar is dat dat u dat zo leuk vond omdat u zelf ook zo'n type bent? Nee, ik ben thuis helemaal niet zo'n type. Nee, past ook niet meer in deze tijd. Dit soort type burgemeesters, dat wordt heel moeilijk in deze tijd. Nee, ik was toch meer een type van harmonie en proberen conflicten te vermijden en dat soort dingen. En misschien is het daarom wel juist wel leuk om iemand te beschrijven die ja, dat anders deed. En daar ook mee wegkwam. Maar zoals je hem beschrijft, hij had helemaal geen zin om Sinterklaas te ontvangen of naar 40-jarige huwelijken te gaan. Hij zei, ja, de burgemeester is eigenlijk een soort stadsclown. Was dat burgemeesterschap wel wat voor Hans Schuiters? Nou, collega's in het kabinet zeiden dat eigenlijk dat burgemeesterschap voor hem onder zijn niveau was. Maar goed, hij heeft wat anders geprobeerd. Uiteindelijk moest hij toch ook wat doen. En Lelystad was ook wel weer aantrekkelijk voor hem, omdat hij minister was van ruimtelijke ordening. Lelystad moest opgebouwd worden. En daar zag hij dus wel wat in. Het was alleen jammer dat hij in die eerste periodes geen portefeuille kreeg. Want dat was in een fase waarin benoemde bestuurders geen portefeuille kregen. Die bleven bij de wethouders. Dus hij hield zich bij zijn wettelijke taken, politie, brandweer enzovoort. Ja, maar was het niet simpelweg ook zo? Want een paar keer vallen beschrijvingen als nou, die stad kon hij eigenlijk voor de ochtendserie eventjes besturen. Ja. En de rest van de dag kon hij lezen. Dat hij gewoon, had hij in het winst een baantje en kon hij verder doen wat hij leuk vond. Hij liet heel veel aan de wethouders over. Hij ging ervan uit dat de wethouders op maandag het al geregeld hadden. Dan hoefde hij het in dinsdag in een collegevergadering alleen nog maar af te tikken. Dat betekende dat hij ook veel nevenfuncties had. En ik hoorde dan wel van mensen, je moest om 8 uur moest je bij hem zijn. Dan kon je hem spreken, want om 9 uur stond de taxi voor. En dan ging hij naar Amersfoort. Ja, en je moest toch geen minuut te laat zijn, hè? Nee, hij had een vreselijk hekel aan mensen die te laat kwamen.
Want dan stuurde hij ook weg. Dan zei hij van, nou, ook u bent als de directeur van een onderneming. Ja, er zijn voorbeelden van een architect die 5 minuten te laat kwam. En dan zei Gruijters, nou, u kunt hier kennelijk niet op tijd zijn. Maar maakt u maar een nieuwe afspraak. Zo op die manier ging dat, ja. Hij komt niet echt voor als een prettige man in de omgang. Ja, hoe was zijn relatie eigenlijk met de gemeenteraad? Ik heb voor het hele boek 80 interviews gehouden. En in Lelystad zeker 40. En de wethouders die ik gesproken heb, de raadsleden die ik gesproken heb, de ambtenaren, die praten met heel veel waardering over Gruijters. Maar hij ging eigenlijk wel heel ruw met die gemeenteraad om. Hij had een hekel aan gezeur en geleuter. Dus het moest ook snel gaan. Dus geen herhalingen. En men accepteerde dat vanwege de statuur van Gruijters, zijn grote netwerk wat hij voor het Lelystad heeft ingezet. Dus hij kon zich dat wel permitteren. Maar hij liep ook gewoon weg soms. Ja, als het hem te veel werd, dat gezeur en geleuter, dan zei hij tegen de lokale burgemeester, neem jij het maar over, ik ga hier weg. En dan ging hij op zijn kamer een boek zitten lezen, een borreltje drinken. En ook wel dat hij, zag je hem met zijn jas aan en zijn paraplu en zijn tas, en dan verliet hij het pand. Ja, dat is natuurlijk tamelijk gênant. Dat zou je nu niet meer kunnen voorstellen. Nee, of hij schoffeerde iemand en die zei, ja, ik voel me beledigd. Ja, zo was het ook bedoeld, zei ja, hij dan. Ja, dat zei hij ook. En ondanks dat spreekt men nog steeds met zeer veel waardering over Hans Gruijters in dit. Althans is mijn ervaring bij de mensen die ik gesproken heb. Ja, want er is een verhaal dat hij wel goed met zijn chauffeur door één deur kon. Ja. Er waren twee mensen waar hij enorm op gesteld was. Dat was zijn secretaresse, Tony Dombroek. En dat was zijn chauffeur Jan. En die waren voor hem onmisbaar. En daar kon hij heel goed mee overweg. Maar ook met de wethouders kon hij goed overweg. Ik heb eigenlijk niemand gesproken waar hij een probleem mee had. Maar u beschrijft wel weer dat hij niet eens de weg in het stadhuis wist. Nee. Toen hij aankwam, toen zei de gemeentesecretaris van, zal ik je een rondleiding geven door het gemeentehuis? En toen zei Gruijters, ja, doe maar, want daarna kom ik er nooit meer. En hij kwam ook, hij zette geen stap op de ambtelijke afdelingen. Nee, dat is toch ook raar. Nee. U bent zelf burgemeester geweest. Ja, in mijn tijd was het zo dat je het gemeentehuis doorging. Je ging naar ambtenaren toe. Je wist waar ze zaten. Je sprak ze. Maar Gruijters liet ze allemaal bij hem komen. En er is ook een verhaal dat als ambtenaren korter dan 5 minuten bij hem binnen waren, ja, dan hoefden ze ook niet meer te komen, want dan hadden ze weinig te melden. Zo, nou, dat is ongeveer het verhaal. Gisteren was die boekpresentatie op Batavialand. Aanwezig waren onder meer Hans Wiegel, maar ook oud-burgemeesters van Lelystad Chris Leeuwen en Margreet Horselenberg. Maar misschien ook nog wel bijzonder, oud-minister-president Dries van Agt. Ja, wat zegt dat nou over Gruijters, dat al deze mensen daarbij aanwezig zijn dan? Nou, Hans Wiegel was een goede vriend van Gruijters. Die hebben elkaar leren kennen, zeg maar, in Amsterdam, toen ze daar studeerden, denk ik ongeveer. En is altijd wel vriend gebleven. En Dries van Agt heeft met hem in de klas gezeten op het gymnasium in Eindhoven. Was collega minister in het kabinet Den Uyl. En Dries van Agt en Gruijters, die lagen elkaar. Brabanders, die hadden dezelfde humor. En dat klikte heel goed. Ondanks het feit dat Gruijters zich heel negatief over de christelijke politiek heeft uitgelaten. Was Van Agt iemand die zei van, nou, het zal wel. En die maakte zich daar niet zo heel druk over. Nee, waren eigenlijk de tijden waar politieke polarisatie niet speelde. Ja, maar dat je daar gewoon wel door nog een kopje koffie kon drinken. Ja, maar Van Agt was de man die dat van Gruijters kon, die pikte dat van hem. Terwijl anderen daar heel boos over werden. Want zijn plek in het kabinet, dat heeft er nog om gehangen of die vanwege zijn uitspraken. Ja, want hij zei, geloof ik, als je een christen de hand hebt geschud, als je een christendemocraat een hand geeft, dan moet je je vingers natellen. En 2000 jaar onbetrouwbaarheid. En katholieken, daar had hij ook hele negatieve beelden over. En Van Agt, die zag daar de humor wel van in. Ja. Hij was een invloedrijk man, ook waarschijnlijk omdat hij in het kabinet heeft gezeten en natuurlijk veel kennissen had in Den Haag, groot netwerk. Hij heeft ook veel voor Lelystad klaargespeeld op die manier, hè? Ja. Schrijft u in uw boek, noemt u eens een voorbeeld? Nou, toen hij hier kwam, hij werd hier heel goed ontvangen, want dat netwerk, dat was voor Lelystad belangrijk. Lelystad, al vrij snel nadat Gruijters hier kwam, kwam Lelystad in een wat moeilijke vaarwater. Financieel ook, hè? Financieel kwamen ze in een moeilijke vaarwater. En ze moesten overlopen vanuit Amsterdam. Er kwamen vooral minder draagkrachtigen naar Lelystad.
De Markerwaard ging op een gegeven moment niet door. Almere die kwam op. Dus Lelystad kwam in de problemen. En toen heeft Gruyters toch heel veel geld naar Lelystad gehaald. Hij heeft het kabinetten op hun verantwoordelijkheid gewezen. En dat heeft voor Lelystad wel veel betekend. Er is een stuurgroep Lelystad ontstaan met de staatssecretaris aan het hoofd. En dat was toch ook het werk van Gruyters. Het stadhuis was een blok aan het been. Was heel duur geleend geld, 12%. En Gruyters is naar het ABP gegaan en heeft dat kunnen terugdraaien. Dus, maar hij deed dat achter de schermen. Hij liep daar niet mee te koop. Hij was niet degene die zei, dat heb ik geregeld. Nee hij deed dat zo'n beetje achter de schermen. Daar komt het daar ook door wat u schrijft, dat hij in Lelystad ondergewaardeerd wordt. U schrijft aan het eind, hij is een beetje een vergeten figuur geworden. Nou ja, het is de eerste burgemeester van Lelystad. Die eerste 15 jaar van een opbouw van de nieuwe gemeente, die heeft hij voor een groot deel gerealiseerd. En als je dan ziet wat er in Lelystad nu nog aan hem herinnert, dan is dat een vage portrettekening in het stadhuis. En verder eigenlijk niet veel meer. En zo gaat het natuurlijk wel vaker. Maar ik heb de indruk dat er is over Gruyters een negatieve beeldvorming. Bijvoorbeeld ook door het boek van Joris van Kasteren. Ook door wat andere zaken die hier speelden. Een rondleiding op het begraafplaats. Er was een musical hier in de stad. Daar komt hij allemaal een beetje negatief uit. En dat is toch maar één kant van de zaak. En die andere kant is te weinig belicht. Nou had hij zelf, ging hij vaak de barricade op voor Lelystad. Want dat was een negatief imago. Ja. Maar wat vond hij eigenlijk zelf van Lelystad? Binnen kamers kon hij zich heel kritisch uitlaten over Lelystad en over de gemeenteraad. Maar publiekelijk duldde hij geen enkele kritiek. Dus als er negatieve verhalen in de pers verschenen, dan moest daarop gereageerd worden. En journalisten die negatief over Lelystad schreven, die kwamen er niet meer in bij hem. En hij heeft echt ontzettend in het begin last gehad van die negatieve beeldvorming. En daar heeft hij zich geweldig voor ingezet om dat te doen kantelen. En dat is op een gegeven moment ook wel gelukt. Maar er werden vreselijke verhalen over Lelystad geschreven. Een enge stad en altijd tocht en messenstrekkers achter elke straathoek. Een beetje dat soort beelden. Nou, daar gruwde die van. Ja, hij wilde uiteindelijk commissaris van de Koningin in die tijd worden. Dat liep toch even anders? Ja, dat liep anders. Hij had een afspraak met Han Lammers. Han Lammers die zou burgemeester van Almere blijven. En Gruyters die zou commissaris van Flevoland worden. En ja, Han Lammers die is op het laatste moment toch omgegaan onder druk van de Partij van de Arbeid. Hij had ook een hartaanval gehad. Hij moest het rustiger aandoen. Uiteindelijk heeft Han Lammers zich laten bewegen om toch te solliciteren. Alleen wat jammer is, hij heeft dat niet onmiddellijk gecommuniceerd met Gruyters. En die moest het van de minister horen. En daar was hij woedend over. En dat heeft de relatie met Han Lammers heel lang ernstig verstoord. En dat is natuurlijk wel heel lastig als de burgemeester van de provinciehoofdstad en de commissaris van de koningin in de provincie, als die elkaar ontlopen. En dat was in het begin zo. Ja, het was niet een beetje verstoord, maar u beschrijft ook in het boek de eerstvolgende ontmoeting in een restaurant was een bord soep. Dat eindigde op het bak van Han Lammers. Gruyters hoorde dat er toch nog een sollicitant binnenkwam van de minister. En is toen onmiddellijk afgereisd naar Den Haag, naar een bepaald restaurant waar hij verwachtte dat Han Lammers zou zitten. En het verhaal gaat dat het bord soep wat Han Lammers voor zich had over zijn pak is beland. Dat is echt een hele een moeilijke toestand geweest. Ja, Gruyters had er vervolgens niet zoveel zin meer in, hè, als burgemeester. Dit is wel, dat is wel een soort, dat was wel een knak in zijn carrière. Dat hij wat dolgraag had geworden. Ja. Dan had hij kunnen blijven wonen in Lelystad. Dat was voor zijn vrouw en het alcoholprobleem was dat ook ideaal geweest. Nou, dat lukte niet. Maar goed, nu bleef hij ook in Lelystad, maar als burgemeester. Ja, maar hij had toch heel graag die stap gemaakt. Ja. Ik wil toch even aanhaken bij het alcoholprobleem van zijn vrouw. Want gisteren was zijn zoon of hun zoon aanwezig. Ja. Vindt hij dat niet heel pijnlijk dat nu dan toch dat soort dingen naar buiten komen? Nee, ik heb uitvoerig met Theo gesproken, meerdere keren. En ik heb het laatste hoofdstuk waarin dat goed wordt beschreven, heb ik hem ook laten lezen en ook aan zijn broer. En het verhaal van Gruyters kan niet verteld worden zonder dit feit. Het kan niet anders, want dan heb je geen goed beeld van de figuur Gruyters. En daar was alle begrip voor. Ja, wat overheerst nu al met al? Een man met twee gezichten?
Een man met twee gezichten die voor mensen heel empathisch was, heel gevoelig was. Welk gezicht je zag hing af van je wederzijdse relatie. Hij kon heel bot zijn, hij kon heel gevoelig zijn. Hij was heel pragmatisch, maar hij kon ook idealistisch zijn. Hij had verschillende kanten. En welke kant je meemaakte hing af van je relatie die je met hem had. Maar had hij dat niet beter in de hand moeten houden als u daarnaar kijkt? Hij had veel meer kunnen bereiken als hij wat meer sociale intelligentie had gehad. Zou je kunnen zeggen, hè? Als hij wat... wat meer met de mensen wat beter had kunnen opschieten. Meer toenadering had gezocht. Dan had hij meer kunnen bereiken, maar dat zat niet in zijn aard. Dat dus een goede burgemeester met gebreken, zoals een goede burgemeester, dat zei een raadslid. Een goede burgemeester met gebreken. Goed, wie heeft dat niet? Ja, over iedereen kan een boek geschreven worden waar dit de titel van kan zijn misschien. Een verloren intellectueel. Een verdwaalde intellectueel. Van de hand van Klaas Tammes, nu bij de boekwinkel. Binnenkort heeft u nog een lezing. Op 17 april, en dat is bijzonder, dat is de sterfdag van Hans Gruiters. Dan heb ik in Batavierland een lezing over mijn boek. Goed, daar kunnen mensen zich voor aanmelden. Dank u wel dat u hier was, Klaas Tammes.